De voorbije twee dagen kon je in De Vooruit in Gent terecht voor het Festival van de Gelijkheid, een organisatie van Curieus Oost-Vlaanderen. In de verschillende zalen van Vooruit kon je genieten van film, literatuur en een aantal exposities, met als enige rode draad het streven naar gelijkheid. Curieus palmde de volledige Vooruit in voor het Festival van de Gelijkheid. Want over dat sociaal thema is het laatste woord zeker nog niet gezegd. Thema gelijkheid was dan ook de rode draad door het volledige programma, van debatten over tentoonstellingen tot lezingen. Het doel is de gelijkheid centraal stellen en dan zoveel mogelijk mensen proberen te betrekken in die debatten, in die tentoonstellingen, zodanig dat mensen een beetje een geweten schoppen, mensen bewust maken van het feit dat er nog heel veel ongelijkheid is en dat voor ons het streven gelijkheid is. Curieus stelde dan ook een breed programma op, verspreid over de verschillende zalen van De Vooruit. Ze stonden stil bij sociale gelijkheid, gendergelijkheid en diversiteit. Maar ze brachten het thema gelijkheid ook in de praktijk, met een boekenruilmarkt bijvoorbeeld. In de zaal ernaast kwam ook een 20-tal auteurs vertellen uit eigen werk en illustreren wat gelijkheid voor hen betekent. In de dansstudio kon je dan weer naar de expositie Herinner de Toekomst. Herinner de Toekomst gaat over de verwezenlijkingen van sinds de Tweede Wereldoorlog, waar socialisten, sociaaldemocraten mee aan de basis hebben gestaan. Ik denk aan de sociale zekerheid, de euthanasiewetgeving, de antidiscriminatiewetgeving, openstelling van het huwelijk. Die realisaties die worden in de kijker gezet. Een van de grootste strijders tegen ongelijkheid was Nelson Mandela. De voormalige president van Zuid-Afrika stierf gisterenavond op 95-jarige leeftijd. Zijn heroïsche strijd tegen het apartheidsregime is een voorbeeld voor al diegenen die wereldwijd streven naar gelijkheid. Tijdens het Festival van de Gelijkheid liep er ook een fototentoonstelling over Madiba. Hij is in elk geval voor mij een voorbeeld geweest en hij is in mijn leven de allergrootste die ik ooit heb geweten. Ik heb het geluk gehad hem één keer te mogen ontmoeten. De man heeft zo een ongelooflijke indruk nagelaten. Wat hij ook gerealiseerd heeft, zijn respect voor de tegenstander, hoewel hij ongelooflijk heeft afgezien, maakt hem wat mij betreft de allergrootste. Het Festival van de Gelijkheid eindigt vanavond. Alleen de tentoonstelling Herinner de Toekomst kan je morgen ook nog de hele dag bekijken in Vooruit.